Ja, gaan we. We gaan. Bye. Nou goed, we doen het nou met z'n tweeën, dus het is wel zwaarder aan het trekken. En op dit adres waar we nu staan, waar ons filmt, daar zitten we sinds 1932. Maar het eerste bedrijf zat in de Palmstraat, dat was in 1875 al. Hoe lang zijn jullie nou met z'n tweeën? Nou, 51 jaar, toen hij geboren werd. Ja, we altijd, na mijn vader en mijn moeder dan. Zijn wij echt met het bedrijf doorgegaan. Maar daarvoor was Leon hier altijd al bezig. Ja? Ja, ik ook natuurlijk. Maar officieel, sinds 1995, hè. Met Beatrix erop. En ze vond het een mooie orgel, zei ze. Leuk, hè? Denk je dat je ooit nog eens een keer weggaat bij je moeder? Ik weet niet, als ik een baan in Groningen zou hebben, dan zou ik wel genoodzaakt zijn om te verhuizen. Maar als ik hier mijn bed uitrol, dan ken ik zo de trap af en ik sta hier in mijn tweede huis in feite. Ja. Het bedrijf is gewoon een verlenging van mijn woonkamer. Ja. Ik denk je moeder van, god, ik wil eens een keer dat hij eens een keer een leuk vriendinnetje heeft. Ja, dat... Oh, dat is zelfs het zoeken. En moet dat dan een orgelvrouw worden? Nou, allicht moet het niet zo zijn dat... Oh, ik ben zo gek op je en zullen we samen gaan wonen? En dan zo gaan als je samen woont, zei die rotsen niet verkopen, want daar heb je meer belangstelling voor dan voor mij. Ja. Dus daar zit ik niet op te wachten op dat, op dat gedoe. En nou nog een vriendinnetje, of niet? Ja! Ja. Ach ja. Ik kan meteen reclame. Een draaiorgelman zoekt vrouw. Daar ken je hele programma's, geloof ik, aan wijden. Dus. Hartelijk welkom, hè. Veel plezier nog. Dankjewel, veel succes met het programma. Ja. Ja. Bedankt.